gaan vandaag octopus klaarmaken. Dus inktvis, dus de poten, octopus, met pasta en een Griekse sla. Ik ga je laten zien hoe. We beginnen met de octopus. Die gaan we koken, een kwartiertje, met zout. Klein beetje zout erin. En dan de octopus. Een kwartiertje, maximum 20 minuten laten koken. De octopus is klaar. En die gaan we eruit halen. En die gaan we in stukken snijden. En die gaan we in schijfjes snijden. En die gaan we in onze saus doen. En voor de saus met de octopus die we over onze pasta gaan gieten, daar hebben we tomaten voor nodig, peterselie, look en afkruiden met peper en zout. En dat gaan we in de pan doen. Daar mag een flinke scheut olijfolie bij. Een halve koffietas tot een ganse koffietas. Gooien we eerst onze tomaten in. En die laten wij 10 minuutjes aanbakken. En na 10 minuten doen we onze look erin en onze peterselie. Samen met onze octopus. Dus de octopus erbij doen en 5 minuutjes laten aanbakken. Met peper en zout afkruiden. En dan is die klaar. Nu gaan we de pasta koken. Al dente. Met een beetje zout.